Ja, leuk dat jullie weer luisteren naar de Theekijk TV, waarin we napraten over wie is de mol. Mijn naam is Carlijn Benoster en samen met Max van den Broek ga ik op zoek naar aanwijzingen en verborgen hints. En vandaag doen we dat met een hele leuke gast. Ze deed niet één, maar twee keer mee aan Wie is de Mol. Beide keren moest ze helaas vlak voor de finale naar huis. Laten we hopen dat ze dit keer wel aan het juiste eind heeft. Ik heb het over Peggy Vrijens. Hi. Leuk dat je er bent, Peggy. Ja, dat vind ik dus ook. Zit je mol er nog in? Ja, ja. Nou, was wel spannend, hè? Afgelopen keer. Het was zeker spannend. Zo, dat ja. Je eruit moest, dat was wel, die zag ik niet aankomen. Ja, zonde ook, want hij is toch wel echt de smaakmaker van de groep. Heel erg. Ja. Ik heb zo gelachen. Het was allemaal zo lekker grootst wat hij deed. Het was, ik zat af en toe naar een mooi toneelstuk te kijken. Ja, ik heb hier in de podcast ook gezegd dat ik heel graag met hem een keer een tequila zou willen drinken. jij ook? Of, Lijkt me heel gezellig. Ik heb hem nog even. Ik was bij Moltalk te gast afgelopen zaterdag. En daar heb ik ook nog even met hem gesproken. En ja, heel leuk. Ik ken hem al van eerder natuurlijk van een andere productie waar we samen hebben gewerkt. En, heeft hij nog wat geheimen verklapt? Nee, je hebt geen geheim verklapt. Nee. Nee. Jammer. Maar nee, ook wel weer begrijpelijk. Nee, niemand doet dat. Nee. Hoe hoog is die boete eigenlijk? Ja, die is gigantisch. Ik weet het niet meer precies hoor. Maar dat zit wel in de ettelijke nullen. Dat je echt denkt, oh my god, dan moet ik een hypotheek nemen. Oh ja? Ja, ja. Okay. Ja, het is echt niet mals. Nee. Okay. Je vertrouwenspersoon, die tekent net zo'n contract. Oh, Oh, die moet ook maar zin in hebben om zo'n contract te tekenen. Ja, natuurlijk. Want de eerste keer dat ik meedeed, had ik mijn ouders tot vertrouwenspersoon gemaakt. Maar die raakten er zo van in paniek dat ze zeiden van, oh nee, nee. En toen heb ik hun gewoon niks gezegd. Dus ik heb hen niet in vertrouwen genomen, ook al hebben ze dat contract getekend. Oké. Okay. Oh. Maar mijn moeder zei, ja, je vader gaat dat verraden hoor. Ongeluk dan. Ik heb gewoon niks gezegd. En de tweede keer in 2020? De tweede keer, toen had ik mijn vriend in vertrouwen genomen, ja. Goed. Ja. Leuke info dit. Ja, toch? Ja, heeft iemand zich ooit versproken? Of heb jij je ooit versproken? Over iets? Nou, wat ik wel... Op een gegeven moment gaat iedereen zo vragen van, zit je er nou in? Ik denk dat jij daarin zit, want je was een periode weg. En toen kwam je ineens weer terug. En dan moet je dus de hele tijd liegen tegen je naaste omgeving. Want dat was ook dat seizoen, dat jubileumseizoen, dat de kandidaten pas in de eerste aflevering bekend werden gemaakt, natuurlijk officieel. Ja. Ja. Dus dat maakt het extra moeilijk om het geheim te houden natuurlijk. Ja, precies. En mijn buurmeisje die zat er bovenop en die ging me ook altijd vragen stellen. En merkte dat ik rode vlekken kreeg en het een beetje warm. Dus ik ging er maar altijd overheen praten. En op een gegeven moment dacht ik, nee, ik moet met ze mee. En dan zeg ik, ja, wie weet. Hè? Je weet het maar nooit. Ik dacht, ik kan beter zo spelen dan die ontkenning de hele tijd. Ja. Dan ben ik dus keihard aan het liegen. Ja, precies. Ja, ja. Grappig. Zit je nu weer elke zaterdag echt voor de buis gekluisterd? Nee, dat lukt mij niet. Om elke zaterdagavond ben ik meestal iets aan het doen. Ja. Maar ik haal het dan in. En ik probeer social media te mijden, want anders dan weet ik het al. Mm. En dat vind ik zonde. Dus ik wilde ook open instaan. En mijn dochter, die is er ook helemaal fan van. En soms heeft zij het eerder gezien dan ik. En dan zegt ze, ik weet wie eruit gaat. Zeg, hou je mond. Nee, ik zeg, ga nog kijken. Ja, het is ook wel echt een heel leuk programma. Ik vroeg me wel af, je staart je niet blind weer op één mol, hè? Want je zegt, mijn mol zit er nog in. Want dat heeft je ook de kop gekost. Ja, kijk, dat is natuurlijk de valkuil waar je iedere keer in valt. Dat je de hele tijd heel braaf aan het spreiden bent. En op het laatste denk je... Tunnelvisie. Ja, maar dat... Op een gegeven moment moet je ook wel een keuze maken. Want ik ben twee keer dus vlak voor die finale eruit moeten gaan. Op een gegeven moment is dat wel een punt waarop je het eigenlijk wel zou moeten weten. Ja, en op wie spreid je dan dus nu? Ik zit op Kees. Maar Anna, het zou statistisch gezien zou het wel eigenlijk weer een keer een vrouw moeten zijn. Ja. Het is de laatste keer iedere keer mannen geweest. Dus wat dat betreft zou een vrouw... En Rian is dan toch ook wel verdacht. Alleen die vind ik zo stil. Het is grappig dat je dit zegt, want vorige week hadden we Jurre te gast. Mm-hmm. En toen ik dit tegen hem zei, toen zei hij... Nee joh, de makers letten daar totaal niet op. Het boeit ze echt niet wie de vorige mollen waren. Ze kiezen gewoon de beste mol uit de groep. Ja, dat weet hij misschien beter dan ik. Ja. Maar ik denk toch in het kader van inclusie is het niet weer eens tijd voor een vrouw. Nou, daar ben ik het mee eens. Mm-hmm. Ja, daar zijn we het denk ik allemaal over eens. Nou, laten we naar de eerste opdracht gaan. Op elkaar rekenen. Wat viel jou op?
God, we moeten even weer helemaal terug in... met die vlaggetjes. Ja, en vlaggetjes deze. Tellen. Dus ja. Jeroen en... Lag het aan mij? Of, het duurde echt heel lang voordat ik die opdracht helemaal door had. Ja, dat is een beetje... Wel vaker dit seizoen. Nou ja, ik denk dat ze dit seizoen proberen wat meer lagen in opdrachten te brengen. Ja. Zo. Dat is natuurlijk ook wat een beetje de kritiek was. De opdrachten waren te makkelijk afgelopen seizoenen. Dus de opdrachten zitten beter in elkaar. Alleen moet je de opdrachten dan wel ook goed uitleggen. Ook voor de kijker. En dat is nog een beetje ingewikkeld. Ja. Ja, dus ik zit ook een beetje... Ik denk dan nu bij de uitleg van Rick van... Ja, ik zie het al tijdens de opdracht hoe het precies in elkaar zit. Ja, dat zit ik dan ook. Maar ik zat hem natuurlijk te kijken in de studio bij Molto. Ja. En dan gebeurt er ook zoveel om je heen. En op een gegeven moment viel halverwege Moltok... vielen de schermen uit voor ons allemaal. Dus iedereen zat zo, wat doen ze nu? En we moesten alleen maar auditief, kregen we dan mee wat er gebeurde. Dus we hebben ook een klein stukje gemist met z'n allen in de studio. Maar ik dacht nog, wat is de beste plek om daar te mollen? In eerste instantie dacht ik bij die vlaggetjes. En ik vond hun ook heel verdacht, Fons en Jeroen met z'n tweeën. En ik dacht, waarom gaan jullie inderdaad los van elkaar die dingen tellen? Doe dat samen, dan ben je elkaars controle. Maar ze dachten natuurlijk wel weer in tijd. Want dat is ook altijd de valkuil. Mensen, als je buitenaf kijkt, denk je, oh ja, maar dit is toch zo simpel als wat. Maar als je in de opdracht zit, dan ga je altijd moeilijker denken dan dat het is. Ja. Je denkt, zo simpel kan het niet zijn. Nee. Niets is wat het lijkt. Dus het is vast veel moeilijker. En als het daadwerkelijk 40 graden was, kan ik me ook voorstellen, want dat is ook nog allemaal van, waarom... Dan wordt iemand gebeld, hoor. Nee, wat erg. Ik hoorde het niet eens. Ja, sorry, boete. Oh jee. Nee, maar als het daadwerkelijk 40 graden was, kan ik me voorstellen dat je hoofd ook echt... Nee. Dan zit je naar die vlaggen te kijken en dan denk je, want als kijker zie je ook, ja, dat was lichtblauw, dat was donkerblauw. Ja. Is dat dan allemaal blauw? Of moest dat losgeteld worden? Ik snap wel dat je als het zo warm is... Dat je totale verwarring alom. Want ik zei dat ook al, je kan dan niet meer nadenken. In Italië was het de hele tijd aan het regenen. Mm-hmm. En op een gegeven moment toen liep ik daar ook in de stromende regen. En er waren allemaal opdrachten. Maar het gaat langs je heen, omdat je alleen maar een soort van survivalen bent. En dat zijn deze mensen duidelijk ook. Ik zie echt de hitte stijgt naar een hoofd en de vlekken in de nek. En dan moet je ook nog eens gaan nadenken. Ja. Precies. Ja, pittig. Toen dacht ik ook weer, die mensen in die karretjes, die dingen, die hebben natuurlijk, die kunnen daar het beste mollen. Ja, en Kees zat daar. En dat is toch wel een beetje degene waar ik nu mijn pijlen op heb. Ja. Nou ja, wat ik bij deze opdracht had, het was wel een alles of niets opdracht. Mm. Maar in zoverre dat er echt maar een heel klein dingetje fout hoeft te gaan, waardoor er gewoon geen geld is. Ik vond hem erg moeilijk. Zelfs als er geen mol was geweest, denk ik dat het heel erg moeilijk was voor de kandidaat om in die hitte ook nog eens alles goed te hebben. Want je zag inderdaad ook Kees fout getalletje doorgeven. Ja. En, er was een kleur die niet helemaal klopte. Werd wel één keer verbeterd ook. Ja. Door Tooske. Ja, toen zei zij ook zoiets van, ben je aan het mollen? Of ze zeiden het een beetje zo tegen elkaar. Ja, dat was wel een leuk momentje. Maar ja, als je twee keer zo fout maakt als Kees zijnde, dan is dat wel verdacht. Ja, en bij hem natuurlijk. Weet je niet, is het een soort attitude van, laat maar waaien, ik vind het hartstikke leuk om hier te zijn, maar het spel boeit me eigenlijk wat minder. Of is het een molactie van iemand die gewoon precies weet wat hij doet en de hele tijd mensen op het verkeerde been aan het zetten is. Ja. Ja. En hij is die hitte ook wel gewend, zou je zeggen. Hij heeft wel vaker in die hitte moeten werken. Ja, dus wat dat betreft, ik zou het echt briljant vinden als hij de mol is. Omdat hij... Die zo, het lijkt hem allemaal zo makkelijk af te gaan. Ja. En met zo'n big smile. En ondertussen iedereen maar een kus geven. En hey, je bent mijn beste vriendje. Ja. En, zoals hij ook bij Jeroen deed. Ja. Dat riep ik ook al bij Molto. De Judaskus, de tweede keer. Dat werd ook veel gedeeld volgens mij op internet. Ja. Hoe was dat dan in Argentinië? Was het daar ook bloedheet? Je zegt in Italië was het regenen. Was het ook overleven? Maar... Ja, het mooie in Argentinië is, het heeft zoveel verschillende soorten klimaat. Het is een gigantisch land. We hebben dat hele land doorkruist. Dus we zaten de ene keer in de sneeuw en de andere keer in de bloedhitte. Dus dat was... Lijkt me wel lastig pakken. Dat was het ook. Ja. En je weet ook van tevoren nooit waar je terecht gaat komen. Dus ze zeggen wel alleen maar, doe sowieso een broek aan bijvoorbeeld. We zijn op een gegeven moment daar gaan paardrijden over de Pampa. Ja, dat was fantastisch. Ja. Dat kan niet in een rokje. Dat gaat niet. Sowieso. Levert op zich wel goede kijkers tv, toch? Dat was sowieso zo grappig en briljant. Want ik had op paardrijles gezeten. Dus mij ging dat redelijk goed af. Maar ik was in een team met Twan van Peperstraat. En zijn paardje wilde niet. En
het ging ook niet zo lekker. Dus ik reed de hele tijd achterom. Kom op, Twan, schiet op. En hij zo, ja, maar mijn paard, dat wil niet. En we hadden natuurlijk ook nog een geluidsman en een cameraman. Maar die zijn met elkaar verbonden. Maar die konden niet op één paard, want dat paardje was te klein. Dus die zaten dus met een kabel tussen elkaar. Eén op het paard en de ander op dat andere paard. En dat is ook een keer misgegaan, dat de cameraman al ging. Maar de geluidsman, die zat daar nog en die ploep. Oh, wat erg. Daar is zo gelachen. Ja, dat kan ik me voorstellen, ja. Oh, jeetje zeg. Ja, dat is... Oh, wat goed. Gaaf. Ja, dat zijn mooie dingen. Daarvoor zitten we hier. Zeker, toch? Zeker. Ja. Hey, en dan die tweede opdracht. We gaan er gewoon lekker snel doorheen. Ja, joh. Heb jij wel eens een piñata geslagen? Ja. Ja? Ja, daar komt nog best wel wat kracht bij kijken. Ja, dat dus zagen we ook. Ik zag ze daar aan het werk, letterlijk. En toen dacht ik, ja, ik zag Rianne op een gegeven moment, die was een beetje zo met een stok zo de boel bij elkaar aan het drijven. Toen dacht ik, wat ben je aan het doen? Dat maar, zag ik dus ook. Want er waren vier piñatas, die zaten volgens mij aan elkaar geknoopt, ja, of weet ik veel wat. En ja, die was een beetje zo... Maar het is natuurlijk een fractie van een momentopname. Misschien probeerden ze die ene eruit te filteren en lukte dat niet. Maar dat is echt best wel zwaar werk. Mijn dochter had ooit eens een keer een verjaardagsfeestje met zo'n piñata. En zij sloeg, maar ze raakte niks. En toen ben ik op een gegeven moment gaan slaan. Toen dacht ik zo, dat zijn nog stevige dingen. Ja, dat is wel leuk gedaan met die molletjes, toch, Max? Zeker, zeker. En er zat ook een hintje in. Hè? Want ik, alvast even een hintje, maar deze die is al lang en breed verspreid. Maar vogelverschrikker, het woord vogelverschrikker, wat is dat? Als je het woord mol erin moet verwerken, wat is dan het woord dat je zoekt, het synoniem? Nou, dat is dus molik, schijnbaar. Okay. Dat is het synoniem van vogelverschrikker. Is dat een Nederlands woord? Ja, molik. Okay. En Rosario kreeg dus dat woord vogelverschrikker. Ah. En die moest dus molik, mol-ik, mol-ik. Oh, ja. Straks gaan we allemaal zeggen, ach jongens, het was we zo hadden duidelijk. Het zo duidelijk kunnen weten. Ja. Echt, ik geloof niet dat het zo dikker bovenop ligt. Nou ja, je... Nou ja, wie kent nou het woord molik? Het is één one Google away. Maar ja, maar ik bedoel molik. En dan zo van, hallo, ik ben het. Dat, ja. Ik weet niet. Ja. Het is in ieder geval duidelijker dan de bad eens van vorig jaar met Jurgen gelukt, toch? Ja. Oh ja. Ik heb altijd zoveel respect voor de editors. Want die krijgen het elke jaar steeds lastiger. Ik bedoel, moloten die gaan soms dingen frame voor frame stilzetten. En het zo goed bekijken. Ja. Nou, ik geef je de taak te doen, hoor. Om dat kaart te dragen. Heb ik zo meteen ook nog wel leuke voorbeelden van, hoor. Oh, dus dat komt goed. Maar Dennis Weding kwam natuurlijk terug. Ja, ja. Ja, nou, dat vond ik dus ook een teken. Want ik weet dat Kees' favoriete mol is Dennis. Mm. Kees doet heel weinig, leunt een beetje achterover. Wie doet zijn werk? Zijn favoriete mol, namelijk Dennis. Mm. Ja. Die heeft daar even lol in. Die staat daar de boel te shredden. Ik zou het helemaal... Je kan daar inderdaad van alles achter zoeken. Ja. Ik denk ook dat als Kees niet de mol is, dat het ook logisch is dat Dennis het is. Want Dennis zat natuurlijk ook in Mexico in 2008. Ja, maar... Dus... Oké, ik ga nu heel even misschien een beetje flauw doen, maar... Die moet toch nog een keer terugkomen. Want je kan toch niet voor één zo'n klein deeltje uit een hele serie iemand in laten vliegen vanuit Nederland. Jawel hoor. Jawel. In Italië, ik weet niet of je die nog weet. Maar toen kregen wij toch ook allemaal door ex-mollen. Kregen wij allemaal informatie ingefluisterd. Dat waren er vijf. Die waren ook ingevlogen. Dat is Italië. Ja, oké. Okay. Ja. Ja, dat is wel vijf keer. Maar dat was vijf keer. Dat is één keer een ticket naar Mexico. Oké, we vegen het van tafel heel snel. Ja, ja. Aan de andere kant, het zou wel leuk zijn als er nog iets met Dennis komt. Ik denk dus dat hij nog een keer terugkeert. Nou ja, ik zou het leuk vinden. Hij reed natuurlijk ook zo langs. Ja. Ja. Hij heeft in elk geval een hele leuke tijd gehad, denk ik. Ja, ja dat denk ik ook wel, ja. Maar hij heeft aardig wat geld verschredderd. Ja. Zeker, zeker. Er waren wat mensen die ja, er zijn natuurlijk altijd wat zure molloten ook, hè. Die vinden dan inderdaad... Wat? Of veel? wat? Nee, maar die vinden dan wat jij zegt ook, met de vliegticket, CO2-uitstoot en zo. Maar ook, wat was nou eigenlijk echt zijn functie? Het geld verschredden, dat is, vind ik gewoon leuk om te zien ook. Ik vind het leuk om hem te zien. Maar had je er niet meer uit kunnen halen uit zijn bezoek of zo? Dat is dan een beetje de vraag. Ja, maar daarom denk ik dat hij nog een keer terugkomt. Precies, maar ik vond het eigenlijk wel gewoon heel erg vermakelijk. Het is zo'n onverwachte wending. Dat precies. Is zo leuk om te zien. En het is ook niet de eerste keer dat... Want inderdaad, 38.000 euro, dat is een onmogelijk bedrag... dat je in één keer in de pot kan krijgen. Ja. Dat had ook niemand verwacht too dat dat in de true. Pot zou komen. Maar het is ook wel vaker geweest dat zeg maar zo'n geldbedrag... als een soort aftelklok fungeert voor de opdracht of zo. Dus dat vind ik ook helemaal niet zo gek bedacht. Ja, de stakes are high, dus dan moet je iets tegenover zetten. Ja. Dit was wel een hele leuke uitsmijter. Maar als we het nou weer over die piñatas hebben... Mm-hmm. Hadden ze
niet gewoon gelijk moeten beslissen om alles kapot te slaan? Ja, maar je denkt niet zo. Als je daar staat in die bloedhitte, mm-hmm. dan ga je in eerste instantie heel braaf die opdracht doen. Dat is ook iedere keer de valkuil. Dat je de hele tijd denkt, ja, maar het moet meer of het moet anders. Maar je gaat niet alles rigoureus. Je wil het zo goed mogelijk doen. Maar het is ook niet zo, wat ook sommige mensen vinden, ook in het spel, dat Fons op het dat dus uiteindelijk om het te doen, te laat, naar mijn idee. Maar op het wel, we moeten gewoon alles kapot slaan. Ja. Het is helemaal geen gek idee. Nee. Ook niet als kandidaat zijn. Nee, want als je inderdaad gaat rekenen, dan was wat ging er dan uit? 250 per verkeerde piraat. Ja, ja, nou goed, als er dan bij wijze van spreken de helft van 38.000 inkomt, dan was het nog steeds heel veel. Precies. Maar goed, deze was natuurlijk gedoemd tot mislukken, want anders stond er niet zoveel geld voor. Ja, precies. Even een ander dingetje dat heel erg rondgaat. Als laatste voor deze opdracht hoor. Er was een moment natuurlijk dat Babs en Fons die kamer inkomen met al die shredded briefjes op de vloer. Dat is natuurlijk een mooi moment. Maar toen zij binnenkwamen, lag er een boekje op de tafel. De tafel waar Dennis achter heeft gestaan. Een molboekje. Het leek op een soort molboekje. Het was een boekje die Dennis gebruikte. Die maakte er aantekeningen in of zo. Dat boekje lag er nog. En het volgende moment, volgende shot, was het boekje ineens weg. En dan zijn er allemaal mensen die denken, oh, Babs of Fons heeft dat boekje meegenomen of gepakt. Of ja, het kan ook gewoon een fout van de editor zijn. Ja, dat denk ik dus ook. Dat boekje ligt er nog, haal hem weg. Precies, nou dat denk ik dus ook. En dan was het de vraag maar van... Dan hadden ze een ander shot gekozen. Want ze weten, of ze doen het expres en denken, laten we er gewoon insinueren dat daar iets... Even lekker fucken of zo. Ja. Ja, dat zou nog kunnen. Nou ja, of ze dachten ter plekke, moeten we dat shot dan even opnieuw doen? Nee, zo klein in beeld. Ja, of het betekent wel wat, want ja, ze zijn er echt te bewust mee bezig. Ja, maar denk jij dat Babs, nu ze terug is gekeerd, de mol nog kan zijn? Nee. Nee, we hadden in het seizoen in Argentinië Richard Groenendijk, die eruit ging en weer terug erin kwam en er weer uitging. Nee, ik denk niet dat nee, want het zou niet eerlijk zijn ook. Het is gewoon twee afleveringen. Of hoe lang is ze er nu uit geweest? Drie? Ja, dat is te veel. Kan niet. Ja, drie. Ja. Dat kan niet. Nee. Ben ik het maar eens. Als je daarin zit, dan ga je daadwerkelijk denken dat het wel eventueel zou kunnen. Precies. Dat een gekke twist is. Ja. Ja. Dus voor de kandidaten blijft dit natuurlijk nog steeds een mindfuck. Het is een grote mindfuck. En ik denk dat je helemaal... Nou, ik heb het al een paar keer gezegd. Volgens mij heb je echt tunnelvisie en kom je thuis en denk je echt zo, ik moet echt even... Weet je wat ik dacht in Italië zelfs? Ik dacht, want iedere keer degene op wie ik zat, die ging eruit. En toen dacht ik, oké, ze wijzen iedere keer een andere mol aan. En iedere keer als iedereen denkt, oh, het is die, dan sturen ze die naar huis. Zo ver dacht ik. Ja. Ik dacht, ze gaan het hele spel twisten. Want het is het jubileumseizoen. Niets is wat het lijkt. Maar moet je dan ook echt afkicken? Ja, je moet afkicken dat je op een gegeven moment... Je bent natuurlijk de hele tijd in die omgeving. En het zijn ook je vrienden aan het worden. Maar je bent ook de hele tijd op je hoede. En ja, ik zag ook wel eens kansen. Dan lag er ineens een boekje van Ron. Ron was zijn boekje vergeten. Dat lag ineens op een tafel. En dan ben ik alleen in een restaurant. En ik zie zijn boekje. Ja, ik ga het lezen. Ik ga het lezen en dan ga ik foto's maken. En zo, en dan ga ik, want af en toe krijg je je telefoon terug. Wat stond daar toen in? Oh, heb je foto's gemaakt? Ja, van zijn boekje. Ja, ik dacht, ik moet weten, wat heb je geschreven? Dus ik heb ook nog even op Ronde gezeten. Weet hij dit? Ja, volgens mij heb ik hem dat wel gezegd. En weet je nog hoe hij reageerde daarop of niet? Niet heel boos, want anders had je het nog geweten. Denk ik. Sorry, moet je je boekje niet laten liggen, toch? Hoort erbij. Jouw verantwoordelijkheid. Hoort erbij, ja. Nee, hij had dus niks te verbergen. Oh, ja. Nee, hij was... Ja, precies. Ja, hij vond het waarschijnlijk alleen maar goed, want hij had alles zo braaf opgeschreven. Nee, stukken wel en stukken niet. En toen dacht ik weer, oh wacht, hier schrijft hij niks. Dus dan is hij de mol, want hij heeft die informatie niet nodig. Ja, nou ja, het is linksom, rechtsom. Iedereen doet wel altijd iets wat verdacht is. Ik heb ook altijd gehoord dat het een tactiek is om voorin in je boekje gewoon op te schrijven wat het niet ergens als mensen te zien. En dan moet je je boekje omdraaien. En dan achterin ergens nog de geheime dingetjes voor jezelf of zo. Van als iemand dan in je boekje kijkt. Maar dan ga ik bladeren zo'n boekje van voor tot achter. Ja, en draai precies. Hem om. Ja, tuurlijk, en ik ga alles tuurlijk. En ik ga wapperen ermee. Kijk of er niet nog iets tussen zit. Geld of zo. Ja. Weet het niet. Ja, precies. Toch? Ja. Ja. Ik vind het eigenlijk wel tijd voor een blokje hints. Leuk. Ingezonden. Ja. Nou, ingezonden en ook gewoon wat er een beetje rondgaat. Ja. Allereerst, ik begin even met een luchtige. Jeffrey Freek heeft dit opgestuurd. Dus dat is leuk als mensen wat dingen opsturen. Nou, in de vijfde aflevering na opdracht 2 zitten de kandidaten na te praten bij het zwembad. Bij het eerste shot is te zien dat Anna een chipje aan het eten is met daarop guacamole. Zij is de enige die zij is de enige die dit zichtbaar aan het eten is.
En toevallig kwam dat woord ook in de opdracht ervoor voorbij. Ja, ik vind dit toch leuk. Ook al is het te klein, maar ja, ik krijg hier wel een glimlach van. Je zit in Mexico, hè? Ja. Daar eten we dat de hele dag door. Ja, precies. Toch okay. Vind ik hem leuk. Ja, is wel is ja. Leuk bedacht. Leuk ja, bedacht. Nou, misschien deze. Ik ben Mollevier heeft dit gepost. Dennis, die was op een gegeven moment dat geld aan het verschredden. En die is een liedje aan het neuren, aan het zingen. En het liedje dat hij aan het neuren is Mockingbird Hill. Rosario Mussendijk. Ah. Oh. Maar dat zou wel heel duidelijk zijn dan. Ja, of niet? Want ik had het nog niet bedacht. Nee, ik ook niet. Wat een goeie zeg. Ja. Een mockingbird is ook geen mus, maar een andere vogel. Ja, oké. Okay, maar een alsnog. Eend is ook geen Guus Geluk, zeg maar. Dus, en dat was ook een hint. Dus ja. Het kan. Oké. Okay, ik vind hem hij neurt niet zomaar iets. Hij neurt niet zomaar iets. Nee. We kunnen toch wel stellen en dat Dennis weet wie de mol is, dus ja. Ja. En we kunnen wel stellen dat er zo goed over na is gedacht dat over dat soort dingen ook wordt nagedacht, toch? Ja. Tuurlijk. Lijkt me wel. Ja. Nou, we moeten nu in ieder geval even gaan onderzoeken wie nog meer iets met Mockingbird heeft. Toch? Ja, ik kwam echt wel bij Rosario. Ja, maar ik denk, we gaan de rest ook nog even onderzoeken. Nee, oké. Okay, nou, en verder? Even kijken. Paars is een dingetje. Mm-hmm. Paars. Paars werd heel erg duidelijk genoemd door Rosario. Ja, zijn lievelingskleur. Zijn lievelingskleur. De tafel waar hij de -3000 euro van afpakt, was paars. En bepaalde symbolen op de tarotkaart in aflevering 1 waren ook paars. Terwijl die niet per se paars zijn in op de originele kaarten. Ja, daar kwam toch ook zo'n hint voorbij van Ria Rosso, Rosario. Ook nog eens, ja. Alleen, dat is ook een paars-roze. Zeker, er was een roze rivier. Ja, roze en paars moet je dan maar eventjes... Ja, maar ook het biljet waar hij op staat heeft ook die kleur. Zeker. Nou, van allerlei paarse dingen. Dus, nog eentje. Ja, er was toch ook nog iets met die waarzegster? Dat stuurde jij mij. Ja, die tarotkaarten. Nee, ja, dat zij op Instagram volgt zij deelnemers. Ja. Oh. Ja. Ik vond haar trouwens fantastisch. Ja. Ik leuk. Heb dat de hele tijd nagedaan. This is your topic. You must guard it well. You may need it in the future. Ik dacht, zij heeft zo zitten oefenen op die blik en zo. En die lippen, ja, ik vond het fantastisch. Ik dacht, waar blijft ze? Ja, maar ze is eruit, hè? Ja. Ik heb niet meer gezien. Nee, we hebben haar niet meer gezien. Ja, misschien in de laatste aflevering. Misschien komt ze nog terug. Dat zou leuk met zijn. Met Dennis. Nee, maar dat zou leuk zijn. Zij volgt inderdaad, volgens mij, twee mensen. In ieder geval Anna en nog iemand. Dus dat is, ook wel gekkig, hè? Degene met wie ze het meest contact heeft gehad. Nou, misschien inderdaad wel, ja. Oei. Anna en Fons was het toch? Oei. Zoiets. Dacht ik, ja. Vind ik ook wel. Het is toch misschien is dan eentje de winnaar en de andere de mol. Oeh. Precies. Bam, bam. Ik heb nog één laatste hintje. Yes. Of het is een foutje, maar de productie van Wie is de Mol maakt geen fouten. Mm-mm. Alles is expres. Nou. Sorry. Oké, gaan we het zo over hebben. Maar er was een testvraag in beeld op het einde van de aflevering. Wie is de favoriete mol van de mol? Nou, net ook al even over gehad. Dennis Wenig stond er inderdaad bij. Dat is die van Kees. Mm-hmm. Verder stond erbij Everon, Jan Versteeg, Jurre Geluk en Suzanne Visser. Maar de favoriete mol van Rian is Jeroen Kijkendevechten. En die stond er niet bij. Ja. En dan kun je je afvragen, je vergeet toch niet het antwoord van de mol in de test? Hoe zeker weten we dat haar favoriete mol is? Staat in een molboekje. Oei. Die weten we zeker dan. Ja. Oh, dat klinkt dan wel... Gek, hè? Ja, daarmee sluit je haar meteen uit. Nou, ik heb helaas nog wel op haar ingezet. Oh. Maar je kunt het nog veranderen, hè? Nou, misschien moet ik dat toch even doen. Ja. Maar dat is raar, toch? Ja. Daar zijn we het over eens, dat raar is. Nou ja, nou... Ja, want dan hadden ze ook niet... Kijk, je kan een foutje maken in zo'n molvraag, in het opstellen van die vraag, maar dan had je hem niet in beeld moeten brengen. En precies. Daar hebben ze dus wel heel bewust voor gekozen. Ja, ja. Dus ja ze hebben in de edit gewoon een antwoord... Ja, nee, dat vergeet je niet. Dat kan nee. niet. Raar. Heel raar. Maar goed, dat waren mijn hintjes. Leuk. Mm-hmm. Hoe kijk jij naar al die hints? Je zei het al, mensen speuren en doen. Ja, ik heb destijds... Er was toen ook wel in Argentinië al zo'n heel mol. Daar waren allemaal pagina's van en molloten. En ik had toen een enorme fanclub ineens. Het was heel leuk, ja. Ik 2006 was dat? Ja, en ik was toen in een voorstelling aan het spelen. En die kwamen daadwerkelijk naar mijn voorstellingen toe. En met allemaal vragen nog over Wie is de Mol. Maar ik had
ik had destijds gewoon iets met kruisen. Vond ik mooi. Ik had altijd rozenkransen om en die kocht ik dan ook. Ik had oorbellen met kruisjes in. Maar in Argentinië stond er ook ergens op een berg zo'n kruis. En dat kwam best vaak in beeld. Dus was het, zie je, kruis. En zij draagt ook een kruis. En dus dat werd de hele tijd aan elkaar gehint. En ook de kleren die ik droeg, ik dacht, waar hebben jullie het over? Maar later bleek dat Milouska was bij ons de mol. Die had de hele tijd een t-shirt aan met een hele grote M. Oh. Een hele grote in beeld M. Nou, nooit aan gedacht dat dat... Want ja, M van Milouska dachten we. Ja, ja, precies. Ja. En ze zei, nee hoor, het was de M van Mol. Ja. Maar was dat dan... kwamen mensen dus in het theater naar je toe met dat soort dingen? Want, of was het gewoon op een blog? Want er was nog niet echt social media. Nou, er was een blog. Ja, dat weet ik nog het wel. Het Wie is de Mol Forum was er volgens mij. Ja, en ik weet ook dat mensen mij op een gegeven moment ook... Er waren mensen die haatten mij, omdat ik had... Wij noemden de jokers destijds nog shekels. He, de. Oh, ja. Ja, en ik had er eentje gejat. Van wat later de mol bleek. Oh, ja, want ik vond het, ik kon het niet, ik vond het niet kunnen. Dat Milouska, die was zo makkelijk. Die was gewoon haar jokers aan het uitdelen. En lukraak aan mensen voor wat informatie. Toen dacht ik, nou, als jij ze zo graag kwijt wil, dan ga ik hem pakken. Ja. En dus ik had die uit die tas. En toen werd er dus later gezegd dat ik een divegge was. En er was één meisje, ik zal het nooit vergeten. Die noemde zichzelf Bodybag Girl op het internet. Gezellig. En die zei, Peggy moet dood. En nou, wat zij doet, kan echt niet. Dus daar begon dat trollen al, wat nu best wel actief is. Maar ik weet nog dat er een fandag was. En mensen staan dan in de rij voor een handtekening. En ze hebben allemaal een alias op hun stickertje staan. En er stond een heel verlegen meisje zo naar beneden te kijken. En ik zie op die sticker staan, Bodybag Girl. Ik zei, en ze zei, mag ik misschien een handtekening van jou? Ik zei, hè? Jij wil een handtekening van mij? Maar jij vindt mij helemaal niet leuk. Ik zeg, ik lees alles wat erop staat. Hè? Ja. Baf, zo'n boeien. Toen zei ze, oh, ja, sorry. Nee, maar dat kwam gewoon. Jij speelt ook vaak van die gemene rollen. Dus ik dacht, je bent vast niet leuk, maar ik vind je toch wel aardig. Ik moet me nooit meer iets aantrekken van wat mensen van je zeggen. Maar ja, ik was er wel in eerste instantie van geschrokken. Maar nu denk ik ook, jongens, we hebben het ook. Ja, maar dan zal het nu eigenlijk nog moeilijker zijn, denk ik, als je als... deelnemer of mol meedoet aan Wie is de Mol. Ja, vooral omdat er wordt natuurlijk overal op je vingers gekeken. Ja. Natuurlijk flap je er wel eens wat uit wat misschien grensoverschrijdend is. Want je maakt een beetje een grove grap of weet ik veel wat. Dus ook in de edit moeten ze daar een beetje voorzichtig mee zijn. Maar wat ik wel heel fijn vond, is dat ze zelfs hebben gevraagd bij Wie is de Mol naar Argentinië van, als er iets in zit waar jij je echt niet oké over voelt, dan mag je dat zeggen en dan halen we dat eruit. Oh ja. En dat hebben ze bij mij ook gedaan. Want bij ons was het zo dat Frederik op een gegeven moment heel erg ziek werd. En die is helaas overleden. En ik had op een gegeven moment in het spel iets over haar gezegd. Van ja, dat vond ik echt een rattenactie. Dat vond ik niet kunnen. En het was een vrij grove uitspraak. En met het oog, met alles wat daarna was gebeurd, zei ik, ik voel me echt niet goed over die uitspraak. Nee. Mag dat eruit? En dat hebben ze toen eruit gehaald. Ja, ja, dat is heel integer. Dus het is een mooi en integer programma. Ja. En daarom wil iedereen zo graag meedoen. Ja, ja dat was natuurlijk Frederik die helaas aan borstkanker toen is overleden. En volgens mij werd het toen uitgezonden toen zij net... Oh, sorry, darmkanker. Ja. Oh, dat heb ik helemaal verkeerd dan. Maar dat was net voordat het werd uitgezonden, geloof ik, toch? Maar met haar toestemming en ook haar ouders die zeiden, het was een van de mooiste dingen die Frederik heeft mogen doen. En ze wil niets liever dan dat het wordt uitgezonden. En het werd ook aan haar opgedragen. En dat zij daar op een gegeven moment klaarspeelde met de fiets boven die berg op, dat was onmenselijk. En dat was haar grootste overwinning. Ja. Gewoon emotionele televisie. Gewoon prachtig. Totaal. Ja. Als ik eraan denk, krijg ik weer kippenvel. Het was heel heftig, want het was zo'n leuke vrouw. Ja. Dat zij niet verdient. Nee. Zeker niet. Nee. Nou, even een serieus... Dat zuchten we even weg. Ja. Even een serieus dingetje zo tussendoor. Laten we maar weer... Ja, dat klinkt misschien gek. We gaan weer terug naar de show. Oh ja, daar hebben we het over. Opdracht 3. Afwegen. Precies. En daarbij... Ik luister nooit naar wat die opdrachten, hoe ze heten. Dus je moet me even meenemen. Wat is dat is met die 3000 euro. Ze konden kiezen. Dus deelnemers konden kiezen. Één envelop, twee envelop, drie envelop of vier enveloppen moesten ze pakken. Daarin zaten minbedragen of nul. En in het ruil daarvoor konden ze kiezen dus voor... help me even. Eén joker, twee jokers, drie joker of een topito. En als dan twee andere kandidaten ook een topito zouden hebben, dan konden ze een vrijstelling krijgen. Ja, die vond ik ver gezocht. Ja, ik zou nooit voor die topito kiezen. Nee, maar dat zou... Heel verdacht van Jeroen, maar goed, die ligt eruit. Die ligt eruit. Dus, nee, ja, dat was ook gewoon niet zo slim, denk ik, van hem. Want dan moet je die ook kans nog eens twee anderen zoeken. Zo ongelooflijk klein dat dat lukt. Nee. Nou ja, wellicht had hij die topito op een ander moment nog kunnen gebruiken. Of maar zo. Het leek alsof ze het bracht alsof dat de hoofdprijs was. Ja. En dan maakt het zo aanlopend. Drie jokers of je een topito. Je moet altijd
voor drie jokers gaan. Ja, ja, natuurlijk. En iedereen doet het, hè? Ja, ja, gaat vanzelf. Ja. Maar ja, je wil kosten wat het kost, wil je verder in het spel. Ja, en dan denk je, who cares wat er in die pot zit. Precies. En door. Ja, ja. De hoofdvraag bij die opdracht is natuurlijk... weet de mol waar de min 3000 euro ligt? En ik heb wat oud-mollen gevraagd wat zij hiervan vinden. Mm-hmm. Drie in totaal. We beginnen even met Jeroen Kijkendevechten. Die zegt dat hij het als mol wel heel graag had willen weten. Ja, natuurlijk, want je wil die min 3000 euro. Tegelijkertijd is het ook riskant om dan ook echt te pakken. Maar goed, dat moet dan maar. Het is goed te verdedigen. Nou, dat klopt. Ja. Ik dacht daarbij, is dat niet een beetje oneerlijk voor de kandidaten? Als het instant min 3000 euro, als er 100% kans is dat er min 3000 euro uit de pot gaat. Vind ik best wel oneerlijk. Dat is geen eerlijk spel tegenover de kandidaten. Ik snap het als mol, dat je dat heel graag wil. Ja. Maar er moet ook een soort kans zijn dat de mol moet ook kunnen gokken. Ja. En ik had ook Everon had ik hierna gevraagd. Die zegt ook, ik had het natuurlijk wel willen weten, maar het is wel heel erg gevaarlijk. Dus ik zei van, zou het wel eerlijk zijn? En dan zegt hij, ja, dat zou inderdaad oneerlijk zijn. Dus hij denkt dat het stom toeval is dat hij die min 3000 euro pakt. Mm-hmm. En ook Kim Pieters, de mol van 2010, die zegt het volgende. Het zou nog kunnen dat de mol weet waar het mingeld ligt, maar waar het mingeld ligt, maar niet de precieze bedragen of zo. Dus dat hij weet van welke bakjes er mingeld zou kunnen liggen. Ja, dat is een goeie. Ja, dat zou het eerlijk zijn, denk ik. Nou ja, dat ook voor niet jezelf helemaal, maar als mol dat je dan denkt, oké, ik pak mingeld, maar hoeveel het is, dat weet ik of, dan niet. Of dat de mol weet welke envelop de min 3000 euro is, maar niet in welk bakje die uiteindelijk belandt. Dus dat dat dan nog de gok is of zo. Ja. Maar ja, dat was het hele spel. In welk bakje ligt het op? Ja, precies. Ja. Precies. Maar ja, dan is dus voor de kans voor de mol groter dat er min 3000 euro is, maar niet 100%. Mm-hmm. Dat zou ik eerlijker vinden. Ja. En Tooske was de enige die echt pakte wat ze wilde. En daardoor volledig door de mand viel als zij de mol. Ja. Dat is ze dus niet. Nee. Want hoe blij was zij? Ja. Zij was zo ongelooflijk blij. Ja, jij bent actrice. Hoe keek je daarnaar? Nou ja, maar ik in the heat of the moment zou ik ook zo zijn. Ik denk ook dat ik net zo blij was. Ik had al niet een pokerface opgezet. Maar ze kan dus niet de mol zijn. Nee, dat denk ik niet, nee. Maar ik heb haar nooit verdacht. Nee. Ik vind haar veel te eager, veel te veel echte kandidaat. Die er volledig voor gaat. Ook af en toe helemaal de leiding neemt. Dat vind ik wel leuk om te zien. Ja, ja, is heel erg leuk. Ja, ik vind haar ook heel sympathiek overkomen. Ja, dat is, ook. Ja. Dat is ook. Ja. En uiteindelijk was dit een aflevering waarin... Ik heb nog één dingetje over die opdracht. Want dit is nog wel belangrijk, want je had het net over Molloten die frame voor frame de opdrachten analyseren. Nou goed, dat heeft, moet ik wel even de naam goed zeggen, Jan Broekhuizen samen met Tim, die hebben dat samen gedaan. Die hebben, heel erg ingewikkeld verhaal. In de montage is er natuurlijk een bepaalde volgorde dat wij zien dat die kandidaten naar die bakjes lopen. Mm-hmm. Dat is nooit de volgorde van hoe het daadwerkelijk is opgenomen. Nee, dat weet je niet. Zij hebben naar de hand van het zonlicht gekeken wat de oorspronkelijke volgorde was van die opdracht. Oh mijn god. En dan is natuurlijk de vraag wat je daaruit kan halen. Allereerst de volgorde. Allereerst Tooske was als eerste volgens het zonlicht. Daarna Fons. Daarna Babs, daarna Rian, daarna Rosario, daarna Anna, Jeroen en als laatste Kees. Kees was dus als laatste. Ik zou de mol als laatste doen, want dan weet je de uitkomst van wie heeft wat weggehaald en wat willen we de afloop van het spel laten zijn. Precies. Dus de mol als laatste, absoluut. Ja. En dat Rick dus tegen Kees zegt van, nou, Rosario heeft al min 3000. Jij hoeft niks te doen. Jij hoeft het niet. Daar is er voor jou gemold, dus zie je wel. Kees. Niet te veel tunnelvisie. Als ik op Kees zou zitten, zou ik dit ook een heel erg sterke iets vinden. Ja, natuurlijk. Want voordat je begon, wou ik al zeggen, nou, degene die als laatste is, die is die het. Is het. Ja. Ja, ja. Nou, in dit geval is Kees. Mm-hmm. Nou, daar heb ik in ieder geval op ingezet. Jij niet. Nee. Niet? Nee. Helemaal niet. Je verdenkt hem nul. Meer een soort hoop. Mol, maar... Een hoop mol, ook mooi. Ja. Is jouw wish mol? Is wat anders dan een molshoop. Ja. Maar... Tjikaboom. Hey. Maar, kijk... Dat doen wij normaal gesproken aan het einde van de aflevering. Maar Carlijn en ik hebben een soort dingetje. Ja, we hebben een dingetje. Spreid. Zij spreidt heel erg met de punten. En ik ga al in vanaf aflevering 1. Echt? En dan kijken we wie uiteindelijk de meeste punten heeft. Oh, oké, maar zitten jullie dat ook in de app te doen? Ja, dan? Ja. Zeker. Ja. Dus ik, maar hij staat nog voor.
Ja, nog wel. Ah. Jij bent al puntjes verloren en ik nog niet. Ja, dat komt omdat mijn theorie dus een beetje dezelfde was als Peggy. Ik zet voor de eerste aflevering in op alle vrouwen. Ja. Omdat ik dacht, er moet nu weer een vrouw de mol zijn. En toen ging Babs eruit. Ja. Ga je dan all in? Want als er dan op een gegeven moment zo'n vraag staat met... was de mol daar, terwijl er maar één persoon op die ene plek was... en al de rest was daar. Mm-hmm. Zet je dan toch in als dat jouw mol was op die? Ja, want... Dat is wel heel tricky, hoor. Nou ja, stel nou dat in mijn geval Anna... stel dat die de mol is, dan heb ik alle punten in de app. Ja. Maar het grootste risico, want... Klopt, maar ja, het zou toch leuk zijn? Zeker. Zij is op zich ook wel... Ik zet ook meestal wel op haar in en op Kees. Mm-hmm. Maar ik vind haar toch ook wel verdacht. Maar ja, hoe zij zo rekenen, Da Vinci-code kraken... en dan 565, en dat was totaal niet goed. Nee. Dat was wel ook heel verdacht. En iedereen liet haar maar begaan, want ze dacht... oh, zij weet het, zij snapt het. Ja, maar ze is steeds... ze is een tijdje wat meer op... in de eerste aflevering was ze heel erg overduidelijk... vond ik mol. Mm-hmm. En daarna viel het een beetje weg. En nu komt ze toch weer met wat dingetjes zo tussendoor. En ik zag vandaag nog een fragmentje. Dat kwam voorbij op social media. Waarin zij eventjes confronteert. Dan zegt ze zo. Oké, wie heeft er tijdens de fietsopdracht jokers verdiend? Ja. Ja, dan hoe weet zij dit dan ook? Ergens ook gelekt of iets zijn. Ja, of het is gewoon een hele goede mol die een beetje de reuring... Ik heb ter afsluiting nog één vraagje ook voor Peggy. Ja. Als dat mag. Maar ik was er nog niet. Ik wilde eigenlijk nog even tegen je zeggen dat er nog een fragment op social was. Wat dan? Over de penningmeester. Ja, dat klopt. Zeker. De penningmeester was Fons. Ja. Maar er werd dus ook gezegd dat er... Volgens mij was Anna ook daar een beetje... De leading in. Ja. Ja, en Rian volgens mij ook. Ja, toch? Ook. Ja. Die had zoiets van, het is jouw tijd wel geweest, dan mogen wij. Ja, en je hebt voordelen als penningmeester. Ja. Dus ze willen dat het rouleert. Ja. Ook gezien. Ja, dat klopt. Het grappige was dat de groep toen Rosario aanwees. Als iemand die ze vertrouwde. En dat Babs degene was die zei... Nou, ik weet het niet zo goed met Rosario. Aha. En Babs heeft natuurlijk ongelooflijk veel voorkennis. Precies, ook nog van Jip en van Justin. Want die hebben gewoon lekker met z'n drieën kunnen praten over de verdenkingen. Dat heeft ze ook zelf toegegeven. Dus het feit dat zij Rosario verdenkt... betekent in ieder geval dat er nog nooit iemand uit is gevlogen op Rosario. Of misschien Jeroen. Maar... Nee, precies. Want dus zij dat, weet is interessant. Dat is interessant. Ik neem aan dat zij dat gewoon eerlijk hebben gedeeld. Want ze hadden daar toch geen voordeel meer. Nee. Precies. Een ander dingetje wat ik interessant vond... als we het over de verdenkingen hebben... Mm-hmm. is dat Kees tijdens de test het ineens had over Babs. En niet zo van, ik verdenk Babs. Maar wel, hij noemde Babs een moeilijk geval. maar dat werd een soort van gepresenteerd in de montage als een soort verdenking. Terwijl Kees is toch slim genoeg om te beseffen dat zij niet de mol is. Maar als toch? Hij een mol is, dan krijgt hij natuurlijk opdracht van productie van breng Babs toch als een soort verdachte erin, want dan is het jammer. Ja, precies. Ja, dus ja, ja. Kees is de mol. Maar dat vroeg ik me dus af. Wordt dat gedaan? Heb je dat bij jouw seizoenen, vooral even bij het laatste seizoen, het jubileumseizoen, gezien dat bepaalde uitspraken van jou misschien een beetje uit de context zijn getrokken in de montage? Of dat jouw verdenkingen een beetje verdraaid zijn in de montage? Ja, je krijgt natuurlijk niet alles te zien. Want dan was het veel helderder voor de kijker. Dus ze kiezen dat heel erg slim. En ja, daar kan er wel eens wat verdraaid worden. Of ze kunnen je natuurlijk ook laten overkomen zoals zij willen. Dat is precies de kracht van de edit. Ja. Ja. Dus even terug naar Argentinië. Daar kwam het fragment dat ik zei... het is oorlog, ik heb jouw shekel. Dat kwam echt elke aflevering terug. Dus ik was een soort van the bad guy van de hele serie. Maar ja, dus dat kunnen zij wel een beetje manipuleren. Zeker. Wat grappig. Mm-hmm. Ja, ja, ja. Nou ja, dat vroeg ik me af. Want het is natuurlijk ook heel makkelijk. Want als jullie moeten biechten, de kandidaten moeten biechten, dan worden natuurlijk ook vragen gesteld. Ja. En dan is het heel makkelijk als die net heeft verteld. Ja, ik vind, weet ik veel, Rosario heel erg verdacht. Oh ja, maar wat vind je dan verdacht aan Babs? Ja, ze kunnen in die vraagstelling, ja, ze kunnen jou natuurlijk een beetje precies sturen. En maar als ze dat dan in de edit plakken, dat is lekker makkelijk natuurlijk. Dat is waar, maar ze kunnen niks uitzenden wat jij niet hebt gezegd. Nee, dus dat klopt. Geen AI eroverheen gooien, nee, waardoor tuurlijk jij ineens een hele tuurlijk, kentenis... Tuurlijk. Maar het is natuurlijk heel makkelijk te sturen in je vraagstelling. Absoluut. Dat vind ik interessant. Okay. En hebben jullie het dan onderling ook wel weer over de vragen die aan jou specifiek zijn gesteld? Of hou je dat dan toch voor jezelf? Biechten zijn wel echt heel geheim, hoor. Want je wordt weggehouden.
Je mag echt niet in de buurt van die deur of waar het zich afspeelt. Jij bent ergens ver weg in een andere kamer. En het is, je wordt gehaald. Jij bent dan, nee, wacht nog even. Ja, kom maar. En dan mag je door. En nee, het is allemaal super ubergeheim. Maar dat is ook het moment. Daar praat je niet over. Dat is ook het moment dat de mol gebriefd wordt natuurlijk. Ja. Ja. Dus ja, als er dan iemand in de buurt is, dat is ingewikkeld. Ja, en ook dat heb je dan weer niet door. Ik bedoel, tot twee keer toe was de mol in mijn series iemand die heel vroeg naar bed ging de hele tijd. Maar ja, dat je denkt, nou jezus, wat saai zeg, die gaan dan weer slapen. Maar die hebben natuurlijk zoveel extra tijd nodig. Dus die gingen dan, die werden dan gewoon gebriefd. Dus dit is eigenlijk een tip voor volgende mensen die meedoen. Iedereen die vroeg iemand naar bed gaat, is verdacht. Naar bed gaat. Ja, maar echt. Nou ja. Sterker nog, ik heb met Jeroen verdorie de hele tijd... zijn wij apart nog op een tripje geweest. 3 dagen lang zaten wij, sliep hij in mijn kamer. Ja. Niks doorgehad. Nee. Oh. Dan moet je dan achteraf wel heel hard om lachen, denk ja, ik ook. Ja, natuurlijk. Dat je denkt, oh. Ja, ik ben er gewoon volledig in. Is het ooit, heb jij ooit het gevoel gehad dat het persoonlijk was geworden? Want Jurre die was namelijk heel bang voor de reactie van zijn medespelers. Dat hij de mol was. Hij was heel bang dat ze het hem kwalijk zouden nemen, zei hij vorige week hier in de podcaststudio. Dat snap ik. Want je wordt dan toch ergens de vijand. Mm-hmm. Maar... ja, dat is nog steeds binnen de kaders van het spel. En daarna laat je dat los. Maar ik snap het wel heel erg goed. Want bij ons was Milouska, daar viel ons iets op. Wat raar verdacht gedrag was. Maar we hebben dat anders geïnterpreteerd of zo. Ja. Ze van, nou, wat ongezellig. En zij doet ook niet mee. Terwijl dat was ook... En zij speelde vaak een beetje de dommige. Zo van, hè? Maar hoe zit het nou? En wij dachten, jezus, kom op, man. denk even na. Maar hoe stom zijn wij dan? Dat wij daar gewoon volledig in tuinen. Dat was gewoon briljant gespeeld door haar. Dus precies. ik snap die gedachte. Hij is ergens natuurlijk ook onnodig. Ja. Maar of ik dat zelf heb gehad... Ja, ik wist wel dat ik met het stelen van een joker mezelf niet heel populair maakte. Nee, oké. Maar het is niet dat je een soort van grudge hebt naar degene die de mol is. Nee, nou, bij mij had Nicky mij er echt in laten tuinen. Want die zei de hele tijd van, ik wil dat je meegaat naar de finale. Dus je moet niet en die en die en niet. En daar ben ik volledig in gestonken. Maar dan denk ik daarna alleen maar, bravo. Dat heb jij heel goed gedaan. Ja. En ik wou dat ik het zelf had bedacht. Ja. Dat je iemand zogenaamd in vertrouwen, nee, maar echt... Ja, ik was nooit van de bondjes, dus ik ging altijd gewoon op de solo toe. Is het slim om bondjes te vormen? Ook dat nog vraag even. Ik me af. Ja. Ik denk het van niet. Nee, want je kunt niemand vertrouwen. Nee, en dan geef je je eigen waardevolle informatie weg aan iemand die daar dan zijn voordeel en misschien dan verder komt. Omdat jij hem net die ene tip hebt gegeven. Ja. Ja. Dus het kan ook zowel in je voordeel als in je nadeel werken. En ik dacht, nou, ik laat het volledig op mezelf rusten. En dus 2 keer net voor de finale. Joe. Als je ooit nog een keer mee zou mogen doen. Ja, meteen zeg ik ja. En waar wil je heen? Nieuw-Zeeland. Nooit geweest. Oh, wow. Lijkt me fantastisch. Ja. En ik denk dat daar kan je wel wat mooie landschappen laten zien. Ja, dat denk ik ook wel, ja. Dus kom maar door. Ja. Nieuw-Zeeland, alsjeblieft. Ja. Tot slot, wie zet je punten in? Volledig op Kees of gaan we nog spreiden? We moeten toch een beetje spreiden. Ja. Kees, Anna. Zal ik nog iets op je Rian zetten? Of niet? Nee, niet op Rian. Ja, of op Rosario nu, na alle paarse aanwijzingen. Ik weet het niet. Zo fanatiek als hij was met die spelletjes in die boot, denk ik, dat was toch ook echt kandidatengedrag. Ja, maar hij had ook maar 1 spelletje goed, hoor. Is dat zo? Ja, oh, het hoor. Leek alsof hij alleen overal zo doorheen... Nee, hij en deed, op de antiekmarkt heel veel, twee foute antwoorden. Precies. Nou ja, hij had alleen het dol of had hij zo ploep. Ja. En toen dacht hij, ik heb mijn best gedaan en nou ga ik gewoon... En dat was trouwens wel iets wat hij heel erg goed had kunnen bestuderen van tevoren. Hè? Ja. Zo'n doolhof, dat kan Tuurlijk. Je oefenen. Kun je gewoon oefenen. Ja, oké. Okay, nou, een klein puntje dan. Een klein puntje. Oké. Okay. Nou, volle bak, Anna. Ja, dat kan jou niet meer te vragen. Ja, dat moet. Maar alsnog, ja, Rosario, ik weet het niet. Ja. Maar dat is echt puur deze aflevering. Dat is het gevaarlijke. Deze aflevering. Weet je wat hij vorig zeggen, jaar zei? Hey? Jurre, ik weet het niet. Nou, maar dat was omdat Jurre er zo dik bovenop lag. Ja, en dat verwacht je niet. Maar hoe slim is dat? Nee, dat is zeker. Gewoon zo in your face. Zeker. Dus daarom denk ik ook. Want Anna is ook redelijk in your face. Met bepaalde dingen. Ze zit altijd op de juiste locatie bij opdrachten. Zeker in aflevering 1 waren er echt 100 aanwijzingen naar waarom zij raar gedrag vertonen en weet ik het allemaal. Dus... Maar dat kun je niet meer uitsluiten. Nee. Want vorig jaar bij Jure hebben we het gezien. Dus waarom zou dat dit jaar niet weer kunnen? Nee. Nou, ik ga denk ik... Nou ja, Anna en Kees zijn bij mij altijd standaard. Ik had Rian, heb ik voor komende aflevering. Maar ik denk dat ik misschien na die hint van jou toch overstap op Sor. Oh.
Ik vind het zo leuk hoe dit de gemoederen van heel Nederland heerlijk, deze houdt. Hoe het op het basisschoolplein alleen maar hierover gaat. Al die kids zijn ook helemaal... Ja, het is heerlijk. Iedereen kijkt het. Ja, leuk. Echt leuk. Laten we hopen dat het nog heel lang heel leuk blijft. Nou, dat denk ik wel hoor. Dat denk ik ook. Dankjewel dat je er was, Peggy. Nou, heel graag gedaan. En jullie bedankt voor het luisteren.